dat is Pieter. Applaus voor Pieter. Ik zit met laptop op mijn schoot in de wachtkamer van het theater van de psychiater. Mijn lichaam leeft, maar mijn hoofd is dood. Tafel met leesvoerige ouwe hoer, de happiness, mijn geheim, handwerken zonder grenzen, de Linda in veel te veel geslijm, een kop staat in de hens. Leesmap voor de hulpbehoeftigen, de zorgzoekers, de wanhopigen, de afgeweten nagels, degene met gekraste armen of zielen die zich willen warmen. De bielen die op zoek zijn in dit uitgestrekte land. En wie is de volgende klant? De deur wenkt mij met straffe hand. De psychiater net niet kaal aan de haal. Casual met overhemd, geblot, gepokt, gemazeld. Met een brilletje dat net te perfect rond en ongezond is. Waar komt u voor, meneer? Ik open mijn laptop en weet het weer. Een PowerPoint. Slide 1. Materialisme. Espresso bestellen bij de Bijenkorf. De Vertuo voor grootse koffiemomenten, niet voor krenten. De cupjes in een mooi doorzichtig plastic dispensertje misschien, zodat mijn vrienden zien wat ik verdien. Maar mijn kind heb ik al 3 jaar niet gezien. Slide 2. Narcisme. Een Sonos One Ivory White. Het compacte ontwerp past overal. Doordat hij vochtbestendig is, kun je hem op het toilet plaatsen. Muziek tijdens het plassen met de deur op slot. Mijn vrouw houdt van mij, maar ik pis buiten deze pot. Slide 3. Dwangneurose. Elke week je psychiater bezoeken, vreemde vent in een geblokt hemd. Trendy kantoor, een en al oor. Al je verslavingen, afwijkingen, compulsies en neigingen. Als jij niet gaat, dan gaan je buren. Uren kwijt aan het tellen van mijn pillen in mijn handjes. Een cocktailtje fluoxetine voor de scherpe randjes. Ceroxat voor het slapen gaan. Lithium voor de balans. En diazepam voor ik naar dit optreden ga. Laatste slide. Letterstorm op het scherm. De grootste woorden door een grote trompetter. Ik haat mijn psychiater. Jij bent het probleem. Jij gaat mij nu vertellen dat de hele wereld gek is en ik normaal. Jij psychiater, hou op banaal met het factureren van een urengesprek. Stuur iedereen naar huis, wij zijn niet gek. Maar dat de wereld ons gek maakt en mij als een kogel in zijn kop raakt, houd toch op. Ik sta op en schrik me rot. De psychiater belt naar God, ik sluip naar buiten. Einde van de presentatie, steen van mijn maag. Iemand nog een vraag? Wat een energie. Ja, dat was dan weer de laatste.